Emiel, wat ben je aan het doen? Een kaartje aan het maken. En waarom ben je een kaartje aan het maken? Omdat ik een filmpje gezien heb van een meisje. En die jongen legde dat meisje uit. Want hij zei, tekeningen zijn voor baby's. En waarom had hij tekeningen gemaakt? Omdat ze heel arm was. Ja, en hij verjaarde zeker? En had hij cakejes mee? Nee, alleen tekeningen. En die jongen lachte haar dan uit. Ja, Misha, wat ben je aan het knutselen? Ik ben een kaartje aan het maken voor Yari. En ik heb op de voorkant een voetballer getekend. En waarom moest je een kaartje maken van de meester? We hadden een verhaaltje gezien van een jongen, hè? Weet je nog? Ja. Over wat ging dat verhaaltje? Die had ook kaarten tekeningen gemaakt. Ja, voor een cadeautje te geven aan de kindjes. Maar om haar mama en haar pap, zijn mama en haar mama, die hadden geen genoeg geld om cakejes te kopen. Ja, ja. En dan heeft hij maar een tekening gemaakt. Ja. Zou jij even graag een tekening hebben als een cakeje? Ja. Ah, ja. Laat eens je kaartje zien. Gaat Yari daar blij mee zijn? Ja. Oké. Okay. Amma, Yari, je hebt een mooi kaartje gemaakt. Waarom heb je een kaartje gemaakt? Omdat Joppe jarig is. Ah ja, Joppe jarig. En maar dat is leuk om een kaartje te krijgen. Is dat waar, Joppe? Krijg je graag kaartjes? Ja, kijk eens hier in de camera. Ja? Ja. En waarom heb je een kaartje gemaakt? Hoe hebben wij niks gehoord van een verhaaltje of zo? Ja, we hebben niemand van een verhaaltje gehoord en daarom moesten wij dat kaartje maken van hem. Mm-hmm. Nou, oké, laat eens zien. Wat zou jij het liefst hebben, een cakeje of een tekening als iemand verjaart in de klas? Een tekening. Een tekening? Ja? Maar een cakeje is ook lekker. En hier staat groen. Ah ja, cool, oké.